Hallo, René van Aspect, met Barry Hoogstand, fractievoorzitter van de VVD Dronten. Welkom. Dankjewel. Wat vindt de VVD van de plannen van Defensie? Ja, wij zien dat er in toenemende mate een beroep wordt gedaan vanuit de Rijksoverheid op onze gemeente. En dan hebben we het over de noodopvanglocatie, asielzoekers, maar ook infrastructuur, windmolens, lelielijn. En we zien dat deze nu ook op ons afkomt. Wij zijn wel een type van, goh, het biedt wel kansen ook voor de gemeente Dronten. Ook op de langere termijn. En daar moeten we ook oog voor hebben. Dus dat we staan er met een positieve grondhouding kijken wij naar. En waarom zijn jullie dan voor die plannen? Nou, we hebben dus echt een aantal voorwaarden. Hè? Dus ook, het moet wel allemaal kunnen. En eigenlijk zeggen we ook, en dat heb je ook in de raad gehoord, zeggen we eigenlijk van, het kan niet allemaal tegelijk in Dronten. Dus de VVD Dronten zegt, nou laten we een aantal dingen misschien niet meer gaan doen in Dronten. Geen noodopvang bijvoorbeeld. Laten we dan zeggen tegen het Rijk, daar staan we niet meer van de lat. Maar misschien dat een kazerne of iets anders wel kansen biedt voor Dronten. Maar we zitten nog echt in de voorfase. Dus nu gaat het vooral om, dus we weten nog niks zeker. Dus de Defensie die gaat nu zeggen van, nou ja, welke voldoet Dronten? En wij gaan nu even aangeven met die motie en met de zienswijze van, denk hier en hier en hier ook aan specifiek voor Dronten. En een van onze punten daarbij is dus, let op, niet alles kan in Dronten tegelijk. Dus misschien moet je dingen terug doen. Dank u wel. En u zei in de vergadering en net ook weer dat de kansen niet worden gezien, maar over welke kansen hebben we het dan? Nou, dus er wordt een beroep gedaan op ons. Dus het Rijk wederom, hè, dus we hebben dus, wat ik al zei, we hebben de noodopvang gehad, we hebben voor de windmolens, er wordt telkens naar Dronten gekeken, naar onze gemeente, van gaan jullie het maar weer oplossen. En wij zeggen, ja, nu komt er weer een nieuw verzoek van mogelijke kazerne of een laagvliegroute voor helikopters. Nou, laten we nu weer, als dan toch weer naar onze Dronten wordt gekeken, dan zit ook de kans om te zeggen, we gaan deze dingen als Dronten niet meer doen. En daarbij zie ik zelf op sociaal-economisch gebied ook nog wel kansen in bijvoorbeeld de kazerne. Maar zo'n laagvliegroute voor helikopters levert bijvoorbeeld, zoals ik er nu naar kijk, in ieder geval niks op voor Dronten. Dank u wel. En wat vindt u dan van de uitkomst van de gesprekken van vanavond? Ja, we hebben uiteindelijk meegestemd dat er een zienswijze moet worden ingediend. En een van de elementen daar in die zienswijze waar we dan wel positief naar kijken is van het ruimtegebruik in Dronten, maar ook het belang van de landbouw. Dus dat zijn dingen die wij ook heel belangrijk vinden. Ondanks dat we weten dat een aantal keuzes die Defensie maakt mogelijk ook effect heeft op onze boeren. Dus logisch dat ze ook hier aanwezig waren vanavond, want het, is ook, het raakt hen echt. Alleen we moeten ook kijken naar goh, welke kansen liggen er. En in het gesprek vanavond was er heel veel debat over van, nou, ik heb eigenlijk het idee dat sommige partijen gewoon nee willen zeggen. En één partij heeft het uitgesproken, maar een aantal ook. Die zeggen, die gooien alleen maar beren op de weg en zeggen, dit kan niet en het is zo moeilijk. En terwijl wij denken, nou ja, misschien zijn er ook wel kansen voor een kazerne in Dronten. Misschien is dat ook wel iets wat heel goed is. Maar dan moeten we dus wel nogmaals een aantal dingen, zoals een noodopvang bijvoorbeeld, kun je zeggen van, laten we dat dan niet meer doen in Dronten. Ik denk dat die vanavond heel goed duidelijk hebben gemaakt dat de VVD Dronten daar op een andere, iets andere wijze in zit dan andere partijen. Maar het belangrijkste is dat er een goede zienswijze komt vanuit Dronten. En volgens mij hebben we daar voor vanavond ook wel op onderdelen echt wel de basis gelegd. Dus mixed feelings daarin. Dank u wel voor het interview. Dan zou ik zeggen, tot ziens in Dronten. Nou, dank u wel. Tot gauw.